Calimera. Hoi en welkom bij week 129. Terwijl cameraman Frits onze camera bedient. Verwelkomen we jullie bij deze video. Hartstikke leuk dat jullie kijken. Echt mooi. Waar zijn we nou met de groep? Inmiddels zijn we in Lefkas. Lefkas, ja. Maar dat is er nog een heel eind vooruit. Dat gaan jullie nog allemaal zien. Wat hebben we deze week? Nou, allereerst... We zijn van Semeli weggereden. We hebben camping Gideon B aangedaan. We zijn wezen fietsen met de groep. Ook. We hebben collega vloggers Rob en Helen van Camper Trips kwamen we tegen. Gegeten, gedronken. We hebben gegeten, gedanst. We zijn weer wezen gluren bij de buren. Bij twee hele reislustige deelnemers. Reis. En we komen natuurlijk steeds weer... Mensen tegen die met de inspiratiegids aan het rijden zijn. Echt niet normaal. Iedereen die ons aanspreekt, super bedankt daarvoor. Hartstikke leuk dat jullie met deze gids reizen. En heb je hem nou nog niet en vind je Griekenland helemaal tof, dan is dit echt een aanrader. We zijn er super trots op dat er zoveel mensen al geïnspireerd zijn. En ook het prachtig mooie Griekenland bezoeken. Met deze alle mooie trips, alle mooie etappes, de highlights, et cetera. Alles. Ja, en we gaan ook een hele mooie route zien van Leonidia naar Kosmas. Dat is heel mooi, is dat. Ja. Ja, we hopen dat jullie heel erg gaan genieten van deze video. En we zeggen, als vanouds, later! We hadden u nog een review beloofd van Camping Semeli bij Leonidio. Maar voordat we gaan rijden, kletsen we nog even met een aantal deelnemers. Nou Frits, jij mag het zeggen. Wat een prachtige camping. Ja? Schitterend. Schitterend mooi strand. Ja. Wc's en toiletten, allemaal keurig netjes. Ja. Echt perfect. Ja. Ik weet niet, moet ik ook de campertjes zeggen? Ach, je mag de campertjes zeggen. Vijf campertjes. Vijf campertjes? Ja. Ja, ja. Ja. Zullen we even kijken of we een mini-concert kunnen krijgen van... volgens mij staat daar iemand met een, zit daar iemand met een gitaar. Ach, en jij hebt het ook naar je zin. Ja, moet je kijken. Helemaal gelukkig. Nou, dat ben ik ook. Ik heb hier een gewillige slachtoffer. Okay. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Heb je goed geslapen, Johan? Ja, redelijk. Nadat het zo warm was vannacht. Ja, hè? Ja. En jullie hadden ook echt alles openstaan, net als wij. Ja, ja, maar goed, dan heb je wel misschien last van de muggen. En ja, het is of het een of het ander. Hè? Ja. Dus, ja, wij hadden het schotje van lampen hier ertussen. Ja. Dat is eigenlijk tegen grondkou. Maar we hebben nu verzonnen dat het ook tegen luchtwarmte is. Oké. Okay. Oh, kijk, daar hebben we Marjan. Ja, 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 je kunt alles wel lopen zetten, maar ja, je hebt je zwerfkatten en een hele ook dat. Misschien ja, ja, precies. Nou ja, er zit een hordetje voor, maar zo ging het goed. Ja, nou. Handschoentjes. Hey, schat. Koetje. Hi. Ben je klaar voor Ellen? Goedemorgen. Morgen. Ja. Alles weer spik en span binnen? Yes, we gaan weer vertrekken. We gaan weer een halte wennen. Ja. Vandaag. Jullie rijden achter ons aan? Ja, we rijden achter ons aan. We doen wel even een bakje, hè, boven. Ja, natuurlijk. Ja. Gaan we zeker doen. Ja, dus, leuk. Altijd weer anders, even weer andere dingen zien. Ja. Dus, je hebt er zin in? Ja, ik heb er zeker zin in. Oké, ja. Nou, volgens mij komt Harry daar ook aan. Ja, Harry is er ook klaar voor. Harry, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja? Ja. We zijn er helemaal klaar voor, toch? Elmer? Mooi. We gaan, ik ga kijken hoe ver Peter is en dan gaan we rijden. Ja. Oké. Okay. Ja. Later! We hoeven alleen maar in te stappen. We rijden door Leonidio. Dit charmante plaatsje staat bekend om zijn indrukwekkende rode rotsen en de overvloed aan klimroutes voor avontuurlijke reizigers. Sweet, sweet dreams, deep
prachtige route naar Cosmas is ongeveer 30 kilometer lang. Onderweg kom je het klooster Elenas Cosmas tegen. Gesticht in de 14e eeuw en vernoemd naar de heilige Cosmas, een gerespecteerde monnik en geestelijk leider. De architectuur van het complex weerspiegelt de Byzantijnse stijl met indrukwekkende koepels, bogen en fresco's. Je kunt het klooster bezoeken, maar het is echt aan te raden om eerst een afspraak te maken. Ja, hè? Ging het, Harry? Ja, gelukkig geen tegenliggers. Ja, hoe ging het met Rudy? Ik kwam allemaal dikke tegen wat te draaien. Vond je het mooi? Ja. Ja? Het is echt een mooie ja. Weg. Ja, het is stuur, hè? En zo gaat het in de wegen. Ja. Het was een soort ontwijken de gaten. Ja, Martien zei, ik rij meestal nogal heel kort achter. Ja. En Martien zei, blijf iets verder achter. Ja, heel goed van Martien. Dan kan je de gaten zien. Ja, heel goed. We wandelen door het pittoreske plaatsje Cosmas met zijn traditionele stenen huizen. Na een gezellig koffiestopje rijden we door naar Monevasia. Monevasia werd in de 6e eeuw gesticht door de Byzantijnen als een onneembare vesting. De stad speelde een belangrijke rol tijdens de Byzantijnse en Venetiaanse overheersing en was een belangrijk handelscentrum in de regio. In de loop der eeuwen heeft Monevasia stand gehouden tegen vele invallen en belegeringen, waardoor het zijn middeleeuwse karakter tot aan de dag van vandaag heeft behouden. Gids en archeoloog Dimitri vertelt ons alles over deze indrukwekkende stad en blijkt een onuitputtende kennis van planten te hebben. De volgende dag gaan we op weg naar de camping Gythion Bay. Daarbij kom je langs het scheepswrak Dimitreos. Deze camping is een van de meest luxe campings van Griekenland. Met het zwembad en het prachtige strand is het weer keihard genieten voor onze gasten. Mannen, is de ochtendzwemploeg. De zwemploeg, hè? Nou, wees wel. 8 uur, van 8 uur. Ja, precies op tijd voor. Nou, ik zou zeggen, neem een aanloop en gewoon in één keer door. Ja.
Mensen, daar zijn we dan weer. Vanaf camping Gideon, waar we nog steeds zijn. We hebben het al eerder aangegeven. We komen hier staan en daar komen op een gegeven moment twee bekenden aangelopen. Nou, in zoverre bekenden. We kenden ze wel via mail en via appjes en via, nou ja, zeg maar achterom berichtjes. Want het zijn collega's van ons. Het zijn Rob en Helen van Campertrips. Hallo. Hallo allemaal. Hallo mensen. Hallo. Nou, hoe leuk. Want we zijn al geruime tijd met elkaar berichtjes aan het sturen. Ik heb zitten kijken. Het is al meer dan anderhalf jaar geleden begonnen. Ja, hè? Ja. Wanneer gaan we een keer afspreken? Gezellig. Ja. Leuke plannen. Het kwam er maar niet van. Druk, druk, druk. Want ja, jullie hebben nog een werkend leven. Ja, klopt. En wij waren druk met de groepsreizen. Ja, en dan komen we elkaar uitgerekend in Griekenland tegen. Het mooie Griekenland. Ja. Hoe lang zijn jullie onderweg? Wij hebben dit jaar, of deze vakantie, hebben we 4,5 week. Oké. En 4,5 week, dat betekent van deur tot deur. Ja. Dat is ook de reden dat we met de boot zijn gegaan. Ja. Want met de boot maak je een grote klap. Vanaf waar? Vanaf Ancona zijn we gegaan naar Igloomenitsa. Oh ja. Je kan ook naar Patras en naar Bari. Maar wij hebben Igloomenitsa gekozen. Dat is wel lang. Dat is een uurtje of 18, 19. Ja. Voordat je over bent. En je slaapt. Wij hebben dus van Grimaldi Lines. Hebben wij de ferry genomen. En dan krijg je dus een hut. Ja. De auto die staat, of de camper die staat dan in het ruim. Het ruim wordt afgesloten. Ja. En dan je gaat gewoon s'avonds naar bed. Je maakt je uurtjes. En dan de volgende dag. En wij stapten dus om 4 uur van boord. Ja. En hoe lang komen jullie al in Griekenland? Derde jaar. Derde jaar. Ja. Ja, ik zou elk jaar wel willen. Heerlijk land. Ja, ja, heerlijk. Ja. 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 Ja, jij vindt Griekenland wel... Ja, dat is echt mijn land. Ja? Ja. Oh, wat leuk om te horen ook. Ja, ja, ik ja. hoor het ook. Gisteren kwam iemand naar me toe en die reisde ook met de inspiratiegids. En die zei van, joh, ik ga niet meer naar Spanje. Ik vind het hier zo geweldig. En nog andere landen, Rob, waar jullie graag komen? Nou, zelf. Kijk, Griekenland is leuk en daar zou je elk jaar wel naartoe willen. Maar er zijn ook andere landen die heel erg in trek zijn bij ons. Ja. En dat is Zweden heeft mijn hart veroverd. Oh ja. Maar ook zeker Noorwegen. Vorig jaar zijn we naar Noorwegen geweest. Ja. Prachtige, prachtige films gemaakt. En, ja, want jullie zijn ook vloggers. Wij proberen inderdaad ook mooie filmpjes te maken voor het publiek. Ja. Ja. Ik zet jullie kanaal natuurlijk hieronder. Elke week video? Nee, wij zijn sowieso niet elke week op pad. Dat komt natuurlijk omdat we gewoon werken. Ja. En we hebben hele lieve kinderen en nog ouders. En dat, dus we zijn ook regelmatig thuis. Maar eigenlijk om de week hebben we wel een vlogje. Ja. Van ja. de weekenden dat we weg zijn. En natuurlijk meerdere vlogs op het moment dat we natuurlijk een lange vakantie hebben. Nou, mensen allemaal kijken dus. Campertrips, ik zet hem hieronder. Zeker. En heb jij nog wensen van andere landen? Wat je zegt van nou, daar wil ik ook nog wel eens een keer naartoe. Ja, Marokko. Ja, oh kijk. Ja. Marokko. En ik zou Spanje nog wel eens een keer op een gemak willen doen. Vorig jaar hebben we Spanje-Portugal in 4 weken. Nou, dat is niet Is ook zoveel moois te zien. Maar daar, dat wil ik nog een keer op mijn gemak doen. Marokko, ja. Dat stond niet op ons verlanglijstje. Nee. Maar eerlijk gezegd, jullie vlogs en jullie vakantie naar Marokko... heeft ons ontiegelijk geïnspireerd om het ook te doen. Oh, wat leuk om te horen. De angst is volledig weg. Ja, terecht. En de misverstanden die er zijn. En wij gaan echt een keer naar Marokko. Ja. Hey, en jullie camper. Jij staat natuurlijk hier op de achtergrond. Ik maak het even wijder. Wat is het voor een camper? Dit is een Catago Chic Zeeline uit 2015. Ja. Wij hebben hem in 2020 hem gekocht. Ja. In een bedrijf in Rijssen, Rosendom Campers. En, oh, gezellig. Mag ik even binnenkijken? Ja, zeker. Even gluren? Ik doe het gewoon even zo, joh. Het is een half integraal met lengtebedden, aparte douche, aparte toilet. Ja. En, mooi hoor. Volledig qua techniek zelf naar de hand gezet. Ja. Ja, want jij bent, of jouw zoon is een automonteur, maar jij weet ook heel veel van techniek, Rob. Ja, ik ben... Want dat laat jij ook in jouw video's zien. Ja, ik weet veel van techniek. Dus als mensen daar iets over willen weten, wij zijn natuurlijk helemaal geen technisch kanaal, maar jullie wel. Ja. Dan moeten ze fijn bij jullie gaan kijken. Ja, ik denk dat ik daar wel wat advies over kan geven. Ja, en mogen mensen jullie ook rechtstreeks benaderen? Wij hebben gewoon een e-mailadres op onze website, kunnen ze kijken op Facebook. Ja, oh leuk.
www.campertrips.nl. Nou, horen ze aan, mensen. Ja. En op Facebook en Instagram kan je ook al. Nou, ik denk dat we het verhaal helemaal compleet hebben. Zeker. Mensen kunnen bij jou aankloppen. Ik vond het ongelooflijk leuk. Peter komt er zo weer aan. Die is nog even wat een aandenken voor jullie aan het halen. Kijk, altijd leuk. Ja, altijd leuk. En ik zou zeggen, wanneer gaan we weer uit eten? Heel snel, Milan. Ja. Heel snel. Heel, snel. Ja. Heel erg bedankt jullie allebei. En een hele goede reis verder. Dankjewel. Dankjewel. On repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say? Maar ook het gezellige stadje Gideon zelf is natuurlijk een bezoekje waard. Aan het eind van de middag pakken we de fietsen en gaan we de mooie omgeving per fiets verkennen. Hele diepe zucht. Ja. Waar ben je mee bezig? Stofzuigen. Ja. Ik denk dat er nog stof van 4 of 3 jaar alleen nog in zit. Het is echt deze camping en natuurlijk. Ja, jongens, we hebben te maken met een hittegolf op het moment. Echt. En dat we kregen ook al heel veel lieve berichtjes van de kijkers van gaat het wel goed en zo. Nou, het gaat prima met ons en we gaan even de camera omzetten, want we gaan bij een aantal mensen binnenkijken. Nou, die staan recht tegenover ons. We gaan gluren bij de buren, bij Harry en Ellen. Hallo, ja. Mag ik binnenkomen? Ja hoor. Ik zet hem gelijk even wijder. Ja. In jullie mooie Heimer of Himmer. Wat is het nou eigenlijk? Heimer of Himmer? Nou, wij zeggen altijd Himmer, maar ik hoor van alles. In Duitsland Hummer. Ja, en, heb ik ook al gehoord. Ja. We horen van alles. Kijk maar dan. Als we Himmer zeggen, dan weet iedereen waar we het over hebben. Oh, kijk. En nou, laten we het dan maar gelijk eventjes aftikken. Wat is het voor een camper? Het is een Himmer, het is een vol integraal. Ja. En het is een camper met een dwarsbed. Niet met een dwarsbed, met een Frans bed. Frans bed? Een Frans bed. Oh, ik ga gelijk even straks kijken, ja? Ja, een Frans bed. En het is gewoon een geweldige camper met heel veel binnenruimte. En hij ziet er mooi uit ook nog eens. We zijn er heel blij mee. We hebben hem nu 5 jaar. Ja.
En je bent er super zuinig op, want ik zie jou regelmatig met het sopje langs de camper lopen. Ja, Ellen vindt het leuk als het binnen schoon is en ik van buiten. Ja. Dus, maar je bent ook heel zuinig op Ellen, hè? Ik hoop het. Ja. En jullie hondje? Ja, ons hondje die hebben we. Ja, ze hangt hier. Gucci. Ja, Gucci. Ja. Cadeau van vrienden ooit. Een beetje aangekleed. Ja. Gucci is een beetje het koninginnetje van de boulevard, Vlissingen, waar we vandaan komen. Ja. Dus daar is ze ook redelijk bekend. Ja. En ze is ook mee, ze is 13. Ja. Dus ja, het is een beetje een beproeving, want nu is het erg warm. Ja. Maar voor de rest doet ze het goed. Ja. Ze is het gewend. Ze is verliefd op Luca. Ja, helemaal. Hoe helemaal, leuk is dat, hè? Ja. Ze doet het uiterste best om op te vallen, maar ja, hij is groot, hij is een man. Ja. Hij loopt haar straal voorbij. Ja, het is maar één focus en dat is de bal. Ja, ja. Ik ga eventjes naar achteren lopen, want ik ben wel even benieuwd. Dat zien we nu. Oh, wat gezellig allemaal hier. Ja, ja, ja. Ja, kijk, en de JBL. Ja, natuurlijk. Ja, van de gezellige uurtjes die we al gehad hebben. Oh ja, oh oké. Okay. Oh, maar dat maakt het wel allemaal heel ruim. Ja, want je hebt dan echt wel hier een grote keuken. En ik dacht altijd dat dat veel schuiner zou zijn, maar het is toch echt een flink bed. Ja. Ja. En een groot raam. Ja, groot raam. Ja. En daarachter, dat is het badkamertje dan. Ja, mag ik er even spieken? Huppata. Oh ja, aparte douche. En dan... En hoe oud is deze camper dan? Die is van 2008, maar dat zou je dus niet zeggen als je hem ziet. Nee, helemaal niet. Oh, hij kijk eens. Hoe netjes ook. Ja. Oventje, ja. Vriezertje, ja. En grote koelkast. Ja, het is echt voor ons een heel fijn ding. Nou, dus ja, fijn. Kijk, jullie hebben nu de luikjes dicht en dat moest even voor de camera. Maar ook voorin super veel licht en hefbed. En een televisie achter je, ook fijn. Ja. Als we in Frankrijk zijn en het regent, dan kan je toch niet buiten zitten. Nee. Hier wel. Maar we hebben hier bijna niet gekeken. Eén keer geloof ik. Nee. Ja, één keer. Maar één keer. We hebben het ook te druk met de groep en het programma. En daar is altijd wel iets te doen. Ja. Dus het is, deze groep is echt wel één groep. Dat is ongelooflijk leuk. Gisteravond hebben we... dan gaan jullie ook allemaal de beelden van zien. We hebben met elkaar gekookt, omdat Frits jarig was. Ja, hoe leuk is dat? Ja, heel erg leuk. Ja. Ja, zeker. Maar jullie waren nog nooit in Griekenland geweest. Hoe bevalt het? Nou, ik ben helemaal... Ik was inderdaad nog nooit ben ik er geweest, zeker niet met camper. En het is een ontzettend groot land. Ja. Viel mij op, erg groot. Prachtige wegen, zeker langs de kust. Maar dat kan je ook zien op de films van jullie. Ja. Zeg ook de familie en vrienden. Echt geweldig. Hele mooie, leuke camperplekken hebben we gehad. Mooie strandjes. Ja, ik vind het wel een aanrader. En zeker ook de oudheden. Die, ja, het is natuurlijk de moeite waard om daarheen te gaan. Als je ervan houdt. Ja. He, was goed geregeld ook allemaal. Prima. Ja. Goed voor de honden gezorgd als ze niet mee konden. Ja. Dus, Dok, hondenoppasser Peter. Ja, zeker. Heel goed. Nee hoor, ik vond het echt voor mij prachtig. Ja. Prachtig. Ja. En zeker ook nu waar we hier zijn. Ja. Wat jij zei, het is ook eigenlijk een trouwlocatie. Hè, hier gebruikt. Ja. Het is prachtig. Al de Bocaville overal. Ja. Ongelooflijk. Ja. Hey, en Har. Ik noem je Har. Het is L en Har inmiddels. Mogen wij je naar je leeftijd vragen? Ik ben tijdens deze fantastische reis ben ik 78 geworden. Ja. En je flikt het gewoon, hè? Ja. Ik zie jou echt zo soms indraaien met die hiemer. Dat ik denk van, bam, hij staat gewoon. Ja, absoluut. Ja, ik ben er nu zo mee vertrouwd dat... In het begin had ik nog wel eens een kleine schade 5 jaar geleden. Ja. Maar Peter tegenwoordig gaat alles vanzelf eigenlijk. Ja. Hè, met behulp van Peter bij het in parkeren op een camping. Ja. En ook van Gerrit, die is ook altijd zeer behulpzaam als, met zijn ervaring. Ja, ga ik straks nog even naar binnen. Dus iedereen helpt elkaar ook wel. Dat zie je ook wel, dat ook verbindt. Maar jullie zijn echt ervaren reizigers. Waar zijn jullie allemaal geweest al? Ontzettend veel hebben gereisd. En ook heel veel met de camper. Ja. Dan gehuurd. Buiten Europa altijd huren. Ja, zoals? Ik ben in Alaska geweest. Alaska? Ja. Hoe was dat dan? 2 keer. Ja. Ongelooflijk mooi. Ja. Ik zou niet weten hoe het er nu precies is. Maar toen wij er waren... Ja. Wij zeggen altijd van, als je denkt hoe Alaska is, zo is het. Ja. Daar is niemand. Ja. En daar zijn wegen, dagen kom je iemand tegen. De wouden, de bossen, meren,
Ja. Beren. Ja. Vrouwen zijn er niet, alleen mannen met baarden. Ja, dus als je mannen zoekt, moet je naar daar gaan. Ik geloof er één vrouw of vier mannen. Of Als je op de vlucht bent voor iets, dan kan je daar prima vestigen. Ja, het is echt. Ja, een paar maanden zijn we ook door Amerika gegaan. Ja. Ook helemaal van San Francisco door Canada, ook weer naar Alaska. We hebben maanden over gedaan. Ja. Het is ook een fantastische reis. Ja, het is echt. En dan ga je met ons mee. Dat is ja, ongelooflijk. En hoe bevalt het met de groep? Nou, leuk. Want wij hebben het natuurlijk ook nog nooit gedaan. Nee, het is als we met z'n tweeën zijn, dan weten we eigenlijk nooit waar we 's avonds uitkomen. Ja. En dan moeten we onderweg zoeken van waar gaan we naartoe. Dan valt het misschien tegen. Dan gaan we weer een stukje verder. En dan zijn we weer. Ik vind het heerlijk ontspannen dat ik niks hoef te doen. Dat je niks hoeft te doen. Alles is geregeld. Ik hoef geen plek te zoeken. Je weet zeker dat je terecht kan. Er is geen plek is er vol. Een enkele keer hebben we achter jullie aangereden. Ja. Omdat er meerdere stops onderweg waren. Ja. Die wij ook wel wilden zien. Maar waarvan ik het te veel werk vond om ze in elkaar mee te zetten. Wij zeggen altijd, joh, rij gewoon achter ons aan. Ja, maakt niet uit. Ja. En normaal gesproken rijden we met z'n tweeën en dat werkt prima. Ja, en het gaat ook goed. Af en toe weet Ellen het beter en af en toe weet ik het beter. Oh, maar dat is onze cockpit niet anders. Ja, bijna bij allemaal. Daar zijn we nu wel ik denk dat we daar een hele video over kunnen maken. Inderdaad. Het navigeren tussen man en vrouw. En hoe gezellig het dan is in de cockpit. Ja. Ja, goed, dat hoort er ook bij. Ja. Ik heb toen een opmerking gemaakt, omdat er sprake kwam. Er is een boek, dat heb ik. Dat is waarom vrouwen geen kaart kunnen lezen en mannen niet luisteren. Juist. Dat is een boekje. Ja, is er echt een boekje van? Dat is echt een boekje. Ah, jongens, allemaal naar bol.com. Wat leuk, ja. Maar ik ben echt heel blij dat het dat... Ja, ik vond het toch een beetje spannend, weet je wel. Toen ik hoorde op de kennismaking... Jullie hebben zoveel gereisd. Ja. Tegen Peter, ik zei, nou, als we het maar leuk gaan vinden. Ja, zeker. We zijn naar Bali geweest. Op safari in Kenia. Ja, Midden-Amerika. Naar Costa Rica. Noem maar op. Oh, wat geweldig. Ja. En we zijn met deze camper ook nog, zelfs in coronatijd... Helemaal naar het noorden gegaan. Ja. We zijn ook meer dan bijna 2 maanden weg geweest. Naar Noord-Zweden. Helemaal. Ja. Noorwegen konden we niet in, maar het was ook een fantastische tijd. Ja. Prachtig. En daar stonden we altijd vrij, met z'n tweetjes aan een mooi meer. Ja. Prachtig. Goed te doen. Ben je ook niemand tot last? Nee, maar ook de reden dat wij met deze reis mee wilden. Nou, je hebt net al van Harry gevraagd. We zijn op leeftijd en dan is het gewoon prettig, ook technisch gezien misschien, of als je iets wat krijgt, dat je met een groep bent. Ja. Het is iets makkelijker. Dus we kozen een beetje voor de geruststelling voor ons en ook voor de kinderen. Nou, doe dat, ga mee. Ja, je hebt alle vrijheid, maar als er iets is, dan ben ik er. Ja, wat ik heel leuk vond, is dat je aanspraak hebt. Ja. We hebben met z'n tweeën op reis is fantastisch, maar op een gegeven moment dan droogt de gesprekstof een beetje op. En dan is het toch wel leuk als je buren hebt waarbij je een pilsje kan drinken. Ja, toch? Ja gezellig. Ja, zeker. En Ellen een wijntje. Ja, want Ellen, hoe oud ben jij als kwaad? Ja, ik ben 73. Niet normaal, jongens. Ja, kijk dan. Je ziet er zo prachtig uit. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Dat is echt waar. Dus daarom, ook voor de kinderen, zei... God, dan gaan ze weer met dat ding weg. Weet ja. je wel. Dus ja, altijd nu, welkom hoor. Ja, gaan we nog mee naar Marokko? Of? Nou, ik wil wel. Dat is voor mij een twijfelpunt hoor. Marokko. Ja, snap zelfs ik. Zelfs Gucci is op leeftijd. Ja, die mooie hond. Waar is ze eigenlijk? Ze ligt buiten. Oh, dat zal ik straks even laten zien aan de mensen. Een jongens, we zitten alweer 10 minuten te kletsen. Yes, dus ik ga jullie bedanken. Onwijs leuk gesprek. En mooie camper. En ik hoop dat jullie nog jaren kunnen camperen in goede gezondheid. En want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Maar ik vind jullie echt een voorbeeld. Ik zeg steeds tegen Peet... Dit gaan wij ook doen. Als we op die leeftijd... Ik wil gewoon blijven camperen. Ja. Het komt gewoon... We hebben wel meer gehoord hoor. Ja. Maar doe het zeker. Want als wij het kunnen, kan iedereen. Zo. En samen kom je een heel eind. Ja, zo is het. Ja, toch? Ja. Dank jullie wel. Ja. En jullie ook voor de fantastische leiding. Ja. Nou. Ja, zeker. Graag gedaan.
Zo, dit was hem weer voor deze week. Super bedankt voor het kijken. Vond je de video leuk? Laat dan een berichtje achter. En een duimpje vinden we natuurlijk helemaal geweldig. Heel fijn weekend. Tot volgende week.